We volgen Dorita naar het jeugdcentrum in San Salvador, waar ze werkt als vrijwilliger. Ze legt uit wat het betekent om op te groeien in een wereld vol geweld. Lo que las pandillas en sí hacen aquí en nuestra comunidad, han asesinado ya en nuestras comunidades a muchos jóvenes y que quizás a veces son niños que van a la escuela y de pronto hay un tiroteo. Entonces el miedo es a veces de salir de las casas y trasladarnos. Het jeugdcentrum van de Zusters van de Engelbewaarder biedt een alternatief. En laat zien dat je ook een goed leven kunt leiden zonder lid te worden van de beruchte bendes. U kunt ons project in El Salvador steunen. Alle info vindt u op onze website.